allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe video. Ik ben Shireen en vandaag heb ik weer een oud en nieuw look voor jullie. Echt, deze video vind ik altijd superleuk om op te nemen. En ik heb natuurlijk geen kerstlook gemaakt, dus als je dus dit kijkt in 2019, als het bijna kerst is, dan kan je dit dus ook gebruiken voor kerst natuurlijk of andere feestje wat je hebt. Bijvoorbeeld een discootje of zo, weet ik veel waar je naartoe gaat. Maar ik heb deze dus gemaakt voor oud en nieuw, want dat is morgen al. En ik vind het echt een super mooie look. En het is gewoon lekker heftig, lekker veel paars. Hou ik van, ik hou van heftig. Mooie highlighter gebruiken. En wil je weten hoe ik dus deze oud en nieuw look heb gemaakt? Kijk dan lekker verder. En dan ga ik jullie laten zien hoe ik dus deze look heb gemaakt. En ik vind het echt best wel een mooie look geworden. Niet al te heftig op mijn gezicht, maar wel mijn ogen, zeg maar. Dus dat, ik mis alleen nog nepwimpers, maar die heb ik niet. Dus die kan ik niet gebruiken, ook als ik die niet heb. Om deze video te kijken, doe dan zeker een duimpje omhoog. En laten we snel beginnen met deze video. En keep watching! Als allereerste gebruik ik dus de Gold Rose Makeup Primer Mattifying and Pore Minimizing Primer. Deze primer zorgt ervoor dat je dus heel de dag je make-up gewoon goed blijft zitten. En ik breng hem dus aan met mijn handen. Oké, en dan doe ik dus een diadeem in mijn haar om mijn haar dus niet in mijn gezicht te krijgen. Dan begin ik dus met de Gold Rose Foundation in nummer 05 Cool Scent. En ik vind het echt een hele fijne foundation, lekker dekkend ook. En ik smeer hem eerst dus gewoon in stipjes uit op mijn gezicht. En dan pak ik dus mijn make-up spons van Real Techniques en daar breng ik dus... En daar blend ik het dus mee uit. Oké, dus met een concealer van Revolution, de Conceal and Define Full Coverage Concealer in de kleur C1. En ik breng het dus eerst op de plekken aan op mijn voorhoofd, neus, kin. Daarna dus onder mijn onderogen om dus een lichtend effect te krijgen op mijn ogen of op mijn gezicht. Oplichtend effect bedoel ik. Ik breng dus een driehoekje aan op mijn gezicht. Dan begin ik dus met poeder van Gold Rose, de Longwear Finishing Powder. Al die plekken dus beken, dus om mijn voorhoofd, kin, neus. En onder mijn onderogen ga ik dus ook beken en ik laat het niet zo heel lang zitten. Omdat ik heb dus een hele droge huid nu. En dan kan ik het dus niet zo lang laten zitten. En ik veeg dus weg met een kwast van AliExpress. Oké, en dan ga ik dus contouren met de Etos Contour Powder in Light to Medium. Light Medium eigenlijk. En dan dus bronzer. En ik gebruik dus de Etos Bronzer Powder van de Limited Edition van kerst van dit jaar. En ik vind het echt een super fijne bronzer. En dat zie je ook wel. Om mijn gezicht wat meer kleur te geven. Oké, en dan dus blush. En ik gebruik dus de Sleek Rose Gold Blush. En hier dus mijn gezicht meer kleur geven.
highlighter en dat mag dus zeker niet ontbreken. En ik gebruik dus de Ofra in samenwerking met Nikki Tutorials in de kleur Klokels. En het is echt zo'n mooie highlighter. Zeker voor oud en nieuw is die echt heel erg mooi. En ik breng dus met een Zoeva kwastje aan. Ik weet niet welk nummer het is, maar volgens mij 134 als ik het niet verkeerd zag. Oké, en dan dus een oogschaduwbasis van Catrice. En ik breng het dus aan met mijn vinger. En als eerst natuurlijk met die applicator op mijn ogen. Goed uitsmeren natuurlijk. Oké, en dan dus mijn ogen dus afpoederen. En hier gebruik ik dus de matte kleur voor van het Revolution oogschaduw palet voor. En dan dus van het Huda Beauty paletje ga ik dus beginnen met de lichtste paarse kleur. En ik ga je dus in mijn Akada boog doen. En goed blenden. Ik had eigenlijk te veel gepakt, maar probeer gewoon en pak wat minder product op. Oké, dan dus de volgende kleur en dat is een iets donkere paars en daar ga ik hetzelfde mee doen. Oké, en dan dus een nog en dan nog een donkere paars en daar ga ik dus mee in mijn buitenste ooghoek. Goed uitblenden, maar je wilt het niet te hard hebben. Dan dus weer blenden met een kwastje waar niks op zit. Waar nog wel de oogschaduw op zitten die we net hebben gebruikt. Dan ga ik dus met drie kleuren onder mijn onderogen om die dus ook daar aan te brengen. Oké, en dan dus glitterlijm. En ik gebruik dus die van NYX. Die is heel erg fijn en die plakt ook heel goed. In deze video had ik te veel gepakt op mijn rechteroog. Als ik goed heb. Of mijn linkeroog. Ik weet eigenlijk niet welk oog het is. Maar probeer niet te veel te pakken. En je kan het ook een beetje uitblenden met je vinger. Oké, dan gebruik ik dus een hele mooie shimmer oogschaduw van het Huda Beauty paletje. En die breng ik daar ook gewoon aan om mijn bewegend ooglid. Ga ik dus uitblenden met die kleur die ik dus net heb gebruikt. Dus glitter eyeliner en ik gebruik die van de Ethos van deze kerstcollectie van 2018. En ik wou hier dus een wing mee maken, maar dat heb ik toch maar niet gedaan, omdat ik was bang om de ooglook te verpesten. Maar je kan natuurlijk wel een wing maken als je het wilt. En dan gebruik ik weer dus de highlighter die ik dus ook op mijn gezicht heb gebruikt, dus ook in mijn binnenste ooghoek. En dan dus MAC Fix Plus om mijn gezicht dus te zetten. En dan dus mascara. En ik gebruik dus de Ethos. Dat is een volume mascara. En ik weet niet precies hoe die heet. Maar het is wel een hele fijne mascara. En als je wilt kan je er ook nog nepwimpers aan toevoegen. Maar die heb ik helaas niet liggen. Ik heb ze wel liggen, maar ik heb geen lijm. Dus ik kan ze niet gebruiken.
en dan dus een lipstick. En deze is dus van MAC Velvet Teddy. En is echt een hele mooie lipstick. En deze kleur gebruik ik echt heel veel. Oké, en dan ga ik dus mijn diadeem afdoen. En dan was dit het weer. En dit was dus de oud en nieuw look van 2018. Ik vond het echt super leuk om te maken. En ik heb dus vandaag dit paletje gebruikt van Huda Beauty. De paarse variant heb ik dus gebruikt. En vind je deze look mooi? Laat hieronder weten. En zou je dit dragen voor oud en nieuw? Laat me ook weten. En laat ook even weten wat jullie gaan doen met oud en nieuw. Let me know in de comments. En jullie zien dat natuurlijk dinsdag wat ik ga doen. En dan is al 2019 echt dan super leuk. Maar goed, morgen ook echt een super leuke video online. Maar goed, ik ga dus nu deze video afsluiten. En als je dus morgen niet kijkt naar mijn allerlaatste video van dit jaar, dan ga ik dit nu ook even zeggen. Pas op met vuurwerk, jongens. En dan wens ik jullie echt heel gelukkig nieuwjaar. Ook al komt er morgen de laatste video online van dit jaar. Maar toch, deze video is toch nog voor die video. Daarom ga ik het nu ook in deze video nog even zeggen. En daarom zeg ik het nu gewoon twee keer. Dus vandaag nog en morgen ook. Dus ja, als je dit dus een leuke video vond. En vond je dit een leuke video, doe dan je duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, kan het hier beneden op het rode abonneerknopje onder. Ik zou het super tof vinden als je dat zou willen doen. En ik zie je snel weer bij mijn nieuwe video. Morgen komt een leuke video online, jongens. Echt super leuk. Dat moet ik ook nog editen. En dan zie ik jullie nog wel. Dus tot snel weer. Dus, en ik zie jullie morgen met een nieuwe video weer. En natuurlijk dan weer met mijn normale schema natuurlijk. Wat ook in mijn bio staat. Dus tot snel weer. Dus doei doei.